Wat er vorige keer gebeurde in Henkie zijn leven. Oh meneer! Hey, daar zou je ze volgens mij hebben! Moesten we nog die band verwisselen? Ja, dan gaan we even die band verwisselen. Ik pak de politieband wel. Ik ga pakken. Waar zijn jullie klaar voor vandaag? Ja. Vandaag is de dag dat we iets gaan doen waarvan ik nog niet weet wat, maar het wordt heel leuk. Terug! Oh, daar is hij. Oh, stop hem! Zo, ik heb hem! Oh, brand! Oh, hey kinderen, brand! Henkie, we moeten richting het circuit. Wegwezen! We moeten die ambulance achtervolgen. We rijden achter hem aan. Dit is een zwaailicht aan. Dat is toeteren. Dat is ook een zwaailicht. Oh, hij heeft hem aangezet. Kijk, hij doet hem aan. Heel goed. We zijn onderweg naar de brand. We gaan iedereen uit de brand helpen. Henkie, ken jij dat lied van de zonnebloem? Wij zijn van de zonnebloem. Doe dat. Wij zijn van de zonnebloem. Doe dat. Hey! Hij is wel een beetje traag voor een ambulance, hè? Dat moet ik ook wel zeggen, ja. Ja, ik denk bij dat landhuis. Zal dat niet? Oh, nee toch, inderdaad. Ik denk het ook. Hij is wel traag. Hij is heel traag voor een ambulance zijnde. Doet de sirenes ook niet aan. Oh, zo dan, want hij is op zijn telefoon aan het kijken, denk ik. Doorrijden! Eindelijk heeft hij sirene. Jezus. Nou, het duurde even voordat hij de sirene door had, toch? Voordat hij wist hoe die werkte. Oh, remmen! Oh ja, het is hier wel! Kijk, het is hier wel! Oh! Ja. Het is hier! Ik wist het! Er is brand! Oh, dan pak ik mijn brandblusser! Oh, pak de brandblusser! Snel, pak de brandblusser! Waar moeten we helpen? Waar is de brand? Waar is de brand? Snel! Blussen! Ga blussen, Toos! Hier, blussen! Blussen! Er is brand! Brand! Jongens, even naar buiten. Brand. Even naar buiten, dat is niet veilig. Brand! We wachten al even buiten te zien. Toos, gaat het wel? Ja, goed. Toos staat in de rook. Ah, er is overal brand. Even door het raampje heen kijken hoor. Even spieken inderdaad. Oh, dat is... Ja? Wil je even afstand gaan nemen? Ja, we gaan naar... Oh, wat is er gaande met deze man? Misschien ook enige brandwonden heb ik uit de kamer gehaald. Meneer, gaat het met u? Ik zou 5 liter zuurstof aankoppelen. 5 liter zuurstof! Komt erin! Nee, niet doen, niet doen, Toos! Toos, niet doen, geef me, gek! Daar zit geen zuurstof in. Ah, jawel, joh. Nee, laat die arme man met rust. En die arme vrouw, die wilde ook gewoon de werk doen hier. Oh, daar gaan ze zo, de ambulance, ik ga ze volgen. Ik moet ze een beetje volgen, ze gaan het terrein bekijken. Ik zal het terrein met ze mee bekijken. Wat is er gaande? Ze gaan kijken of je brand nog verder is. Ze zijn aan het kijken of hier nog meer brand is verder. Ik weet het niet zeker. Henkie, heb jij Lucas gezien? Wie is Lucas? Ja, die moeten we altijd hebben bij de ambulance. Geen idee. Ik heb geen idee wie Lucas is. Ik zie wel dat hier de brandweermannen zijn bezig. We moeten even spieken wat ze aan het doen zijn. Oh ja, inderdaad. Hey, je golfbaan, dan kunnen we gaan minigolven. Hey, minigolven. Mevrouw, was hier een brand? Er is hier inderdaad een keukenbrand bezig. Echt? Zijn gaat het toch goed? Zijn de mensen gewond geraakt? Waarschijnlijk is er één persoon daar zo die gewond is geraakt. Jongens, ik kan Lucas niet vinden. Wie is Lucas? Ik heb water, ik kan wel wat water over hem heen gooien als je wilt. Is het hele pas? Dat heeft niet echt heel veel nut. Ja, maar hij heeft toch brandwonden, zei je? Ja, maar zo behandel je brandwonden niet. Henkie, het is codeïne. Codeïne? Ja. Wie is Ine? En wie is koude? Allemaal leuke spulletjes. Deze kant. Ja? Ik dacht, misschien kunnen we die speaker mee naar huis nemen. Welke speaker? Ja, dat ding. Deze speaker. Oh, ik zie hem, ja. Oh, die kunnen we inderdaad wel meenemen. En we kunnen misschien de kettingzaag meenemen. Ja, precies. Salut! Zullen we weer verder gaan? Ja. Oké. Ik zeg even tegen de brandweer dat we die speaker meenemen, dan kom ik eraan. Is goed. 6, 7, 8, 9. En 10, hoppa, we zijn er. En 10, 10 wat? 10 stappen. Oh, maar hebben we de speaker? Ja, we hebben de speaker. Oh, kijk eens aan. Hij was wel zwaar. Henkie? Ja? Hoe oud ben jij? Nou, eigenlijk oud genoeg. Hoe oud? Oud genoeg! Oké, we zijn helemaal nog niet bij Blokkiepark geweest wat we eigenlijk wilden. Nee, daar ging het... Het originele plan. Het originele plan was Blokkiepark. Inderdaad. Daar gaan we nu gewoon weer heen. Zo, daar zijn we dan. Nou, dit zijn we dan. We gaan inderdaad even patrouilleren hoor, bij Blokkiepark. Ja. Als we eens de dag zien. Nou, het is helemaal leeg hier. Nou, er is letterlijk niemand. Moeten we niet de daken controleren? De daken? Ja, wie weet zijn er wel eens gevijten op de daken. Dat kan. Oké, zijn jullie er klaar voor? We moeten ons wel even goed vastbinden aan elkaar, dat we bij elkaar kunnen blijven. Ja, inderdaad. Anders vallen we zo er vanaf. Ja, daarom. Oké, hoe gaan we het doen? Wie gaat voorop, wie gaat midden, wie gaat achterop? Gerard wil vast wel voorop. Gerard, ga jij maar voorop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 1, 2, oh, rustig aan, rustig aan. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, dit is gevaarlijk. Dit is een hele gevaarlijke taak. 1, 2, 3, 4. Oh, je trekt me mee met de touw, Gerard. Oh, Gerard, wat doe je nou? Hallo. Zo, oké, nu moeten we even de daken controleren, hoor. Of je geen... Ik controleer boven. Ja, ik kijk in de airco. Is goed. Oké, Gerard kijkt boven. Toos kijkt bij de airco. Meneer, past u op, wat doet hij hier? Hallo, wat doet hij hier? Ik wou eigenlijk hier vanaf springen, maar toen... Ja. Meneer, wat gaat u doen? Ik heb toch geen zin meer in. Meneer, die meneer daar wil springen. Hanky, kijk. Meneer daar wil springen. Er zit hier niks aan. Toos, wat doet u nou? Ik praat gewoon in dat ding, dat gaat zo lekker. Maar die man daar wil springen. Ja. Meneer, niet doen. Meneer, niet doen. Dat gaan we niet doen. Meneer, dat gaan we even niet doen, oké? We zijn van het leger, we zijn hier om u te beschermen. Ik ga nu langzaam een touw aan u vastmaken dat samen vast zit aan mij. Dus als u springt, val ik achter u aan. En dan heeft dat is niet slim, dat is niet slim. Oh jee, kijk eens. De politie, daar is hij. De politie is er. Kijk, daar zijn ze. Daar beneden. Oh, de politie is er. Wat gaan we... Oh, ik word geschoten! Die agent daar is helemaal de weg kwijt. Kijk, hij is aan het schieten, zie je? Oh, hij schiet echt! Hij schiet echt! Waar is hij dan? Daar! Die agent daar is aan het schieten. Beneden. Zie je? Oh, ja. Waarom schiet hij? Wat doet hij? Hij kijkt omhoog. Pas op, zeg maar. Hierin! De politieagent zit te schieten beneden. De politieagent daar beneden is helemaal gek geworden. Oké, meneer Methoed, kunt u eens heel even alleen laten? Maak iets goeds van je leven. Dat gaan we zeker doen. Wat gaat u doen dan? We gaan... Nee, meneer! Salut! 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 Toos, kan je nog herinneren dat ik ooit met jou ben gaan freerunnen? En met jullie allebei. Ja, dat was op die televisieset. Ja. Oh ja, dat ja. Kijk, ik heb een leuk idee. Wat wij als leger mensen kunnen doen. Nou, is het risicovol? Het is niet zo heel risicovol. Kijk, we gaan eerst hierheen. En dan klimmen we hierop. Oké, pas op jullie rug en zo klimmen we hierop. Kijk, dit is wat echte mensen uit het leger deden. We moeten ook een beetje onze knietjes gewoon in vorm houden. Hè, voor als er echt een keer iets gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Dan moeten we onze knietjes in vorm houden. Dus we gaan tijgeren. Wat gaan we? Tijgeren. Tijgeren? Oh, pas op dat je... Oh, Gerard. 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 Gerard, pas op. Gerard, pas op. Oh, kijk, daar komt de politie omhoog. Ja, maar er is al iemand gesprongen. Oh, nee. Is iemand gesprongen? Ik snap het allemaal niet meer, Gerard. Wat gaan we nou doen dan? Zullen we ook maar weer even boven op het dak kijken? Ja, dat is wel goed. Hier, agenten, wat is er helemaal gaande? Ja, heb jij even weer gezien? Hey! Iemand die begon te schieten? Daar ben je weer. Ja, nee, beneden was een van jullie agenten. Die was helemaal aan het doordraaien. Die was aan het schieten alle kanten op. Ja, ik kreeg nu ook een keer agenten, maar dat kan niet. Jawel, er was een agent van jullie helemaal doorgedraaid. Maar er was een helemaal agent van jullie helemaal doorgedraaid. Helemaal gek. Helemaal in zijn rond. Ja, met dat onzichtbare dingetje, denk ik. Oh, kijk nou uit, Toos. Pas op, Toos. Toos, pas op. Ja, ik pas altijd op. Oh, Toos, pas eens op. Toos, ik neem je... Ik hou hem eraf, kom op. Nee. Toos. Ik weet dat die opaatjes van hard zijn. Nee, maar ik ben hier legertraining aan het geven. Ja, maar hier zijn jullie aan het schieten. 1, 2, 3. Oké, nou. Wij waren hier legertraining aan het geven. Dat was ik. Aan deze twee oude mannen. En toen hoorden wij in één keer schoten beneden. En toen was een agent van jullie helemaal doorgedraaid. Een agent van ons zal het niet zijn geweest. Ja, maar, 100%. Hij is helemaal doorgedraaid. Ik ga kijken, echt waar. Hij is helemaal doorgedraaid. Toos. Toos, pas nou eens op, joh. We gaan zo meteen pas springen, dat is bij volgende les. Even niet op die rand gaan staan, het is geen circus hier. We gaan zo leeg. Dit is les hier. Zometeen gaan we springen en parachute springen. Is dat niet een beetje. Laten we dat nou niet doen. Laag, dit gaat. Als je hier gaat springen. Nee, maar kijk. Toen wij in het leger zaten. Toen heb je ook wel eens vanuit de helikopter. Wat zeg je nou? Ja, maar die vliegt dan veel hoger. Oké, weet je. Nee, om u te bewijzen, Gerard, doe het eens voor. Doe nou nee. Daar gaat hij. Nee, daar gaat hij. Kijk, het is hartstikke goed mogelijk. Zie je. Oh, oh. Waar is hij? Oh nee. Ik denk dat hij een brein fout heeft. Nee, dat is een onzichtbare blokje daar. Waar is hij? Oh nee. Wat is er gebeurd? Waar is de Gerard heen? Waar is Gerard? Hebben jullie hem ontvoerd? Hij is weg of zo. Nee, jongen! Toos. Kut. Toos? Toos? Toos! Toos, ik denk dat we de agent naar beneden hebben geduwd! Wat heb je gedaan? Ik denk dat we de agent vermoord hebben! Oh, Toos! Oh nee! Daar ligt hij! Oh, Gerard ligt ernaast, daar is Gerard! Oh nee, Toos! Oh nee!
Oh, wat erg! Oh! We moeten springen! Oh nee, wat is er gebeurd? Oh, nee. We moeten verdwijnen. Laten we maar gewoon met de trap gaan. Nee, maar dat is niet snel genoeg. We moeten verdwijnen. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? Oh, Henkie toch. Oh, de agent. Oh, er is een agent gevallen. Oh, wat hebben we gedaan? Wat heb jij gedaan? Nee, dit was ik helemaal niet. Nee. Dat was niet mijn bedoeling. Oh, nee, oké. Okay. Gaan we springen? Oh, ja. 3, 2, 1. Hoppakee. Oké, het komt goed. Ik ben expert parachute springen. Ik ben expert parachute springen. Kijk eens. Auw, paal. Dat is lantaarnpaal. Mijn knie knalde tegen de lantaarnpaal. Dat had ik ook niet verwacht. Gerard! Oh, wat? Meneer agent. Oh, waar is Gerard? Alleen van uw rug. Ja, Gerard, gaat het met u? Wat gebeurde er? Hij toch in je ogen. Automatisch ik bijna beneden toch terug en gaan het verkeerde touwtje. Toen ging hij niet dicht. Ik was de eerste hulpverlener, hè? Dat was niet slim van Henkie, u. Ja? Die agent zijn neus ligt bij zijn tenen. Oh nee! Okay. Oh ja, hier was je, hier ben je. Hidde. Ja, daar staat een blok, mevrouw. Ziet u dat niet? Wat is dit voor blok? Stoppen. Voor meneer. Ja? Ik zie wel dat hij een beetje mank loopt. Ja, ik was ook aan het parachute springen, maar toen knalde ik tegen de politie. Nee, wat is dit? Stoplicht. Oké. Ja, mijn buik. Echt heel erg met mijn ribben. Ik knalde echt heel erg vol met mijn buik tegenaan. Ik ben niet duizelig of misselijk. Nee, dat niet. Vooral gewoon een beetje... Ja, die zijn lege training aan het doen. Goeie knal gehad. Oh, meneer de agent, gaat het met u? Ja, het gaat me goed, hoor. Ja, had u een parachute of een... heeft u die val ooit kunnen overleven? Ja, ik had een hele mooie parachute. Oh, wat een hele mooie, die heb ik niet gezien. Ik zag hem namelijk heel hard op de grond knallen. Ja, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt. Daar ook zo'n onzichtbaar blok. Heb jij dat? Het spijt me enorm. Zijn jullie tovenaren of zo? Ja, we zijn een lege training aan het doen. Dank u wel, meneer Damlans. Nou, lege training gaat behoorlijk fout. Gerard, gaat het met u? Ja, helemaal. Het is niet zo slim van u dat het zo gebeurd is, hè? Ja, nou, ik moest het voordoen. Ik weet niet hoe dat ding werkt. Ja, het spijt me, maar ik heb per ongeluk hebben we daarna ook een agent naar beneden geduwd. Oh, en die leeft? Wat? Ja, die leeft nog. De agent leeft nog. Maar hij viel wel achter u aan, zeg maar. Het ging helemaal per ongeluk. Oh, dat was helemaal niet. Ik vond u wel heel schuldig. Maar het was vooral Toos. Toos heeft hem vooral naar beneden geduwd. Gerard, je ligt vooral met je levenloos bij, moet ik zeggen. Nou ja, ik moet lekker... Gerard, het is al jaren levenloos. Het leven is hem al jaren... ontschoten. Als jullie er even bij blijven? Ja, we houden hem wel even niks geks doen, dan pak ik even een ambulance. Nee, is goed, is goed. We gaan niks geks doen. Waar is Lucas? Waar is Lucas? Wie is Lucas? Toos, reanimeren, snel. Wij zijn beter dan hij. Moet ik reanimeren? Ja, we gaan reanimeren. Nee, niet doen, niet doen. Nee, niet reanimeren. Auw. Toos, Gerard, het komt goed. Gerard, het komt helemaal goed. Ik help jou wel. Auw. Je moet harder duwen, Gerard. Toos, duw harder, Toos. Oh ja, je moet me door. Nog een keer. Goed, is niet meer veilig. Nog een keer. Ja, bijna. Gerard, ik denk dat het ook weer goed komt.